Nederland gaat voor een duurzame toekomst. Daarom gaat in 2050 de gaskraan dicht. Om te zorgen dat we straks geen gas meer nodig hebben, moeten we nu duurzaam bouwen. Dat betekent bijvoorbeeld dat nieuwe woonwijken zonder aardgasaansluiting worden aangelegd. En dat is mooi voor de wereld waarin we leven. Maar er is nog veel onduidelijk over het financiële plaatje. Want wat kost het om duurzaam te bouwen? Wat betekent dit voor de energierekening? Willen huizenkopers wel meer betalen voor een duurzame woning? Hoe gaan hypotheekverstrekkers hiermee om? En wat betekent duurzaam bouwen voor het grondprijsbeleid van gemeenten? PAS BV, DWA en Bureau Stedelijke Planning onderzoeken samen met 10 gemeenten de financiële kant van duurzaam bouwen. Gemeentes die lopen er heel erg tegen aan dat ze hoge ambities hebben op het gebied van duurzaamheid. Dus ze willen aardgasvrij, ze willen bang, ze willen nul op de meter. Maar ze weten niet hoe ze het kunnen uitvoeren. Het is belangrijk dat we inzicht krijgen als BV Nederland heeft van wat zijn nou de meer investeringen om te komen tot een aardgasloze samenleving. En in specifiek richten we nu op nieuwbouw. Zodat je ook kunt zien van inzicht krijgt van waar moeten nou die investeringen door gefinancierd worden. En nu is het vaak zo dat gemeentes en projectontwikkelaars die hebben een discussie over die grondprijzen. En over hoeveel duurzaamheid extra zou opbrengen. En als wij straks klaar zijn, dan weten we precies hoe dat zit. En dan kunnen met de uitkomsten gebruikt worden als fundament voor bouwsteen voor de onderhandelingen. Dat betekent weer dat zij of een hogere grondprijs kunnen vragen misschien wel, als blijkt dat een duurzame woning veel meer waard is. Of misschien moeten ze inderdaad subsidies verstrekken zoals dat nu het geval is. Maar wij denken dat laatste niet nodig zou moeten zijn, maar we gaan dus juist dat effect nu onderzoeken. En als dat nu in één keer duidelijk is wat de opbrengst is van zo'n woning, dan kunnen die woningen ook sneller worden gerealiseerd. Het is eigenlijk pas de afgelopen jaar, twee jaar echt een issue geworden, omdat ook door de economische crisis gewoon heel lang gebiedsontwikkeling hebben stilgelegen en nieuwbouwplannen. Je ziet ook van nu gaat het in een stroomversnelling. Dus het onderzoek moet nu ook wel gedaan worden en daarom hebben we ook wel strakke planning op zitten. Maar volgens mij een perfect moment om het nu te doen.